Zie je dat, jongens? Doe Ruud! Je hebt de vis al op het dreugen. Doe Ruud! Allemaal naar buiten! Die kunnen ze er niet bij hebben. Doe Ruud! Hallo! Hebben we hier ook een auditdienst? Doe Ruud! Hebben we hier ook een auditdienst of niet? Doe Ruud! Ja, hier, die twee, ja. Die mooie opbossen. Geef de vis! 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 Greenfish! Dus diegenen die geen visvergunning hebben, die kunnen gelijk door in die hoek een visvergunning kopen. En die meneer door in het blauw, want dan verdient hij ook eens een keer wat. He? En die mogen meedoen. Wat we gaan doen? Ik vertel de snelheden van één keer. Van één keer. Zodra de muziek begint. Normaal zeg ik dat in de vallen, wil je fluiten of niet? Normaal zeg ik het tegen wie wil je fluiten of niet? Als de muziek begint, dan gaan we weer in voor de eerste rond. Ik wil ze vliegen! En als de muziek stopt, ik zie ze vliegen! Dan beginnen we met de vissen. En de eerste 15 die een vis hebben, die leveren die vis in de mazzel en dan wordt niet bestoord. En de rest, zodra de Marcel dan de vinger steekt van de gekke 15, stoppen we de wedstrijd. Die nog geen vis hebben, kunnen dan de hengelie leveren en zo gewoon veel. Hebben we het allemaal? Weet je jullie toch? Ja, begrijp jij het toch? Ja, als jij het begrijpt, dan begrijp je het. Dan doen we straks de muziek, dan gaan we in de Polonaise! Haakjes en duitjes, de rest krijg je straks. Dat doen we allemaal aan de Roskamp. Dus kussen! Volgende keer is dit sfeer, want echte vissers zijn plekjes. Ja, dat weet ik ook niet. Even kussen dan. Nee, inderdaad. Het is allemaal een verdeling. Veel seks met die kale. Ik mag hem niet afzetten hier, dat is televisie bij. Jongens, een topmiddag. Ik heb erg genoten, erg gelachen. Bedankt, ik ben benieuwd wat het volgend jaar weer is.